Wat ik jullie vandaag wil laten zien is een mooie grote prent van Amsterdam. Een gravure, een ets met gravure van Amsterdam. En er zijn mensen die vragen mij altijd, als je een gravure hebt, hoe kun je nou herkennen dat het een echte is? Nou, daar wil ik eigenlijk even mee beginnen. En dan ga ik zo meteen iets vertellen over de inhoud van de prent. Wat ik altijd laat zien, en ik hoop dat de camera dat begrijpt en ziet, is dat als je hem omdraait, dan herken je altijd het papier. Het papier is in de 17e, 18e eeuw eigenlijk nooit perfect. Het bestaat soms uit meerdere bladen. Er zaten vouwen in. En dat is aan elkaar gemonteerd in dit geval. En die vouwen zijn eruit gehaald. En er zitten oneffenheden in. En als je een blad tegen het licht houdt, dan zie je vaak dat er misschien een restauratie in zit. Of een imperfectie in het papier. En zo kun je zien dat het een echte is. Onder andere. Er zijn nog veel meer aspecten, maar dat is een vrij eenvoudige. Haal een prent dus eigenlijk altijd uit de lijst. Nou, wat we hier zien is een grote voorstelling van de Dam in Amsterdam. En de Dam was het centrum eigenlijk van de hele wereld. Van Amsterdam, maar eigenlijk van de hele wereld. Amsterdam was een van de allerbelangrijkste steden in de 17e, begin 18e eeuw. En we zien hier de Dam met toen nog het stadhuis. En ook de Waag. En de Waag, en zometeen komt de camera iets dichterbij. De Waag, daar werden de goederen gewogen die van de Oostzee of van Zuidoost-Azië of via Zuid-Afrika uit India kwamen. Die schepen die meerden af in het IJ. En daar lagen ze voor anker. En dan werden de goederen overgeladen op kleinere schepen. En die kwamen dan hier het Damrak invaren, dat was toen nog open, en voeren bijna tot aan de Dam. En dan werden ze vanaf die binnenvaartschepen op kruiwagens overgeladen en in de Waag gewogen. Nou, hier op deze prent zien we vervolgens allerlei balen liggen die dan net gewogen zijn. En we zien mensen met man en macht die balen, die stuksgoederen, die zien we... dat die vervoerd worden naar de winkels, naar de pakhuizen in de stad Amsterdam. Aardig aan deze prent is dat het niet alleen de goederenstroom laat zien, nee, maar het laat ook heel sterk de voorstelling van de mensen zien. We zien dus personen die groente verkopen, we zien welvarende kooplieden, we zien mensen die in een toeslede vervoerd worden. Een toeslede, dat is een koets, niet op wielen, maar die over de hobbelige stenen getrokken werd. Levendig beeld, dat is eigenlijk wel bijzonder. Het geeft dus niet alleen de topografie weer, maar ook hoe die stad met zijn mensen van allerlei pluimage er in dit geval het begin van de 18e eeuw heeft uitgezien. Als we naar de details gaan, dan zien we ook dat voor het stadhuis staan drie lantaarnpalen. En die lantaarnpalen, dat is eigenlijk heel bijzonder. Dat is iets wat ene Jan van der Heijden, misschien kent u hem wel van de Jan van der Heijdenstraten in Nederland. Jan van der Heijden was een schilder, maar ook uitvinder en werktuigbouwkundige. Had hem verbeterd en dat zijn koperen kasten met vier ruitjes waarvan je één ruitje kon opendoen. En daar zat een lampje in en dat lampje dat werd gestookt op een combinatie volgens mij van rapsolie en nog een andere plantaardige olie. En dat werd aangestoken door lantaarnopstekers en aan de bovenkant van die lantaarn zat een klein schoorsteentje zodat de vlammen de rook van de vlammen daardoor kon ontsnappen. Leuk ook is om te bekijken dat dit is een kopergravure, een ets met kopergravure. Die werden verkocht bij prentenwinkels, kaartmakers, boekhandels, waarvan er in Amsterdam, en zeker rondom de Dam, rondom het Damrak, er een heleboel zaten. Zo was er ook de firma van, hier staat het, F. de Wit, Frederik de Wit. Die familie de Wit die zat dus hier op de hoek van de Kalverstraat en de Dam, waar de
de zeelui, of eigenlijk de kapiteins, de loodsmannen, als die in Amsterdam aankwamen, hun atlassen, hun kaarten konden kopen. Als u hier ook rondkijkt, dan hangen hier een heel stel van die kaarten. En je zou haast zeggen dat een van de kaarten die daar aan de wand hangt, een grote kaart van Leiden met daaromheen een aantal stadsgezichten, dat die kaart is die hier op deze prent van Amsterdam is weergegeven. Dus dat is heel leuk, dat zie je niet vaak, dat ook winkels met hun interieur eigenlijk zichtbaar zijn op prenten zoals deze. Die dus heel erg gedetailleerd is en die een mooi beeld van de stad laat zien. Verder wil ik nog even zeggen dat hier bovenaan staat de titel van de voorstelling. Afbeeldingen van het stadhuis, Nieuwe Kerk, Waag, etc. tot Amsteldam. En links en rechts daarvan zien we het stadszegel met het koggeschip. Het koggeschip, dat was het oude wapen van Amsterdam, waarmee men vroeger op de Oostzee handel dreef. Dat zat in het zegel van Amsterdam. En aan de rechterkant het nu nog steeds bekende wapen van Amsterdam met de drie kruisen staande voor de rampen die Amsterdam had meegemaakt. Het water, het vuur en de pest. Dat zegel en die wapen en dat wapen die werden vastgehouden, die worden vastgehouden door een aantal putti. En als ik deze putti goed bekijk, valt mij nu op dat het eigenlijk tamelijk lelijke kereltjes zijn. Meestal zijn die putti van die hele mooie blonde jongetjes, maar deze, dat waren Amsterdamse kindertjes. Die niet allemaal evenveel te eten hadden. Een aantal van hen heeft ook een bazuin in de hand, waarmee waarschijnlijk het lof werd getrompetterd over deze prachtige stad Amsterdam. Gemaakt is hij. Tot afsluiting, ter afsluiting. Gemaakt is dit door Nicolaas Visser. Dat was een concurrent van deze firma De Wit. Daardoor is hij uitgegeven en hij is vervaardigd door, het staat hier niet op, maar het is gemaakt door de Daniel Stopendaal, die de tekening heeft gemaakt waarnaar dit gegraveerd is.